Kinderen met een beperking voetballen graag en het G-voetbal in Marke krijgt op de eerste trainingen al meteen 15 inschrijvingen en verwacht wordt dat het aantal snel zal oplopen. De kinderen voelen zich in hun sas, want voetbal boeit hen en ze kijken op naar bekende spelers. Als ze goals maken en zo, als ze een beetje moeten nadenken, moeten ze een beetje moeten spelen en zo. Wat vind jij zo leuk aan voetballen? In de doelgaten. Doelpunten maken? Ja. Hoeveel doelpunten heb jij gemaakt? 1000. We gaan gewoon de bal leiden, kort aan de voet. Dat wil dus zeggen, niet rap. Ex-speler van KV Kortrijk en trainer Eddy Kinsabiel probeert de jonge sporters op één lijn te krijgen. Wat doe jij allemaal? Oefenen. En doelpunten maken? Ja. 4 punten maken. Ga je nog veel voetballen? Soms. Maar niet veel? Nee. Waarom niet? Door mijn operatie van mijn oor. Kun jij goed shotten? Ja. Hard? Nee, een beetje hard. Er is nog te weinig capaciteit voor G-sport. De vraag is veel groter dan het aanbod en er zijn lange wachtlijsten. Ze worden natuurlijk in de maatschappij soms een klein beetje anders bekeken. Hè. Ze zijn een stukje anders ook natuurlijk, maar het is desondanks hun beperking, moeten ze toch de mogelijkheid krijgen om te sporten. Je ziet ook veel blije gezichtjes natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Hè. Daar moeten we eigenlijk voor gaan.